Nou, het prachtige sociale beleid dat er is op EU-niveau is volledig ondergesneeuwd geraakt tijdens de economische crisis. De focus is gaan liggen op economisch en financieel beleid, die fameuze 3%-regel waar iedereen zich aan moet houden. En daarmee is sociaal beleid een beetje op de achtergrond geraakt en dat moet anders. Die balans moet hersteld worden. Bijvoorbeeld één belangrijke doelstelling van de Europa 2020-strategie is de reductie van armoede met 20 miljoen. En die doelstelling wordt echt niet bereikt op deze manier. Maar we zitten wel in een zware economische crisis. Het is ook niet zo gek dat er interesse uitgaat naar de economische doelstellingen. Juist, ja. Bezuinigen is in sommige gevallen heel erg nodig. Maar er moet ook zeker ruimte zijn voor een investeringsagenda om groei en werk veilig te stellen. Dus je moet beide hebben. Kijken naar je uitgaven, heel kritisch, maar ook ruimte hebben om te investeren in werk en mensen. Nederland kreeg het advies om tot 3% te bezuinigen. Dus dat is niet zo vreemd dat daarop gereageerd wordt. Ja, klopt. Dat advies was er zeer zeker en ook vrij dwingend. Maar de commissie zei tegelijkertijd vrijwaard onderwijs, innovatie en onderzoek van bezuinigingen. Want dat zijn de kernen waarop je toekomstige groei baseert. Dus die boodschap, dat was een complexere boodschap en daar heeft de Nederlandse regering niks mee gedaan. Kun je een voorbeeld geven van een land wat eigenzinniger optreedt? Ja, Duitsland heeft recentelijk het pensioensysteem veranderd. Namelijk luxere pensioenen gaan geven aan ouderen. De armoede onder ouderen was hoog in Duitsland. En Duitsland gaat ze meer geld geven. De commissie zegt dan van ja, dat brengt je financiën in gevaar. Maar Duitsland heeft gezegd nee, onze doelstelling is het reduceren van armoede. En dit is een onderdeel van ons beleid. Het is eigenlijk een samenspel. Deels is het wetgeving, maar een heel groot deel is ook een politieke vraagstuk. En de EU stelt vaak wetten voor of nieuw beleid, maar de lidstaten zijn degenen die er akkoord mee gaan en die voor een heel belangrijk deel ook nationaal sociaal beleid moeten vormen en implementeren. Daar heeft de lidstaat heel veel vrijheid. Kun je een voorbeeld geven van het beleid wat socialer kan? Ja, jeugdwerkloosheid, dat is een heel groot thema op EU-niveau en men is daar al heel lang bezig om landen aan te sturen om jeugdwerkloosheid te reduceren. Maar er zijn nog steeds landen waar jeugdwerkloosheid meer dan 50% is. En dat is niet alleen een sociaal drama, maar ook een economisch drama zou ik willen zeggen. Want dat zijn de nieuwe toekomstige werknemers die de toekomstige verzorgingsstaat, maar ook de toekomstige economie draaiende moeten houden. Dus we hebben al die jongeren heel hard nodig, alleen ze krijgen geen kans op dit moment. Hoe is dat in Nederland? Nou, in Nederland, waar de Europese Commissie zich vooral zorgen maakt, is om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. We hebben net de Participatiewet ingevoerd en de EU is al heel lang heel bezorgd over de invoering van die wet en wat dat gaat doen met de kansen voor kwetsbare groepen om mee te kunnen doen in de samenleving, maar vooral om mee te kunnen doen op de arbeidsmarkt. Men is daar nog niet van overtuigd dat dat de juiste wet is om mensen aan het werk te helpen. Vooral niet omdat die Participatiewet gepaard gaat met drastische bezuinigingen. Dus dat is echt een zorgpunt. Denk je dat de doelstellingen van 2020 gehaald gaan worden? Een heleboel doelstellingen niet. Armoedereductie zal niet gehaald worden. Werkgelegenheid creëren is ook moeilijk. Maar op het gebied van onderwijs en milieu zijn er zeker wel vooruitgangen geboekt. Vooral in sommige landen die doen het goed, andere landen wat minder. Maar goed, de doelstellingen waren heel ambitieus. Dus het is mooi dat we wel die gezamenlijke focus hebben en in ieder geval proberen te werken om de doelen te bereiken.